Het is oudjaarsdag en mijn vlog begint vandaag. Ik ga jullie meenemen door mijn doordeweekse week. Dus tot en met vrijdag ga ik jullie eigenlijk een beetje de hoogtepunten laten zien natuurlijk. Want ik vlog in principe niet per se dagelijks. Gewoon wat ik leuk vind om te vloggen, dat ga ik vloggen. En oudjaarsdag en überhaupt oud en nieuw hoort daar natuurlijk bij. Dus vandaag oudjaarsdag. Ik ga vanavond naar mijn ouders. Ik ga eerst nog even langs een vriendin, daarna naar mijn ouders. Daar zijn we met mijn zus en mijn zwager. En de buurman van mijn zus en mijn zwager. En ik geloof dat er nog een hoop buren uit de flat ook langskomen. Maar pas na 12. We gaan gewoon zien wie er allemaal komt. En dat het gezellig wordt, daar ben ik niet bang voor. Volgens mij zit er een vlek op mijn lens. Of is dat licht? Nou, we gaan het zien. Oh, er zit wat inderdaad. Zie je, nou is het weg. nou, we gaan het zien. We gaan een dobbelspel spelen. Dus ik heb cadeautjes gekocht en ingepakt net. Ik ga me zo nog even opmaken. En om 4 uur hebben we afgesproken. Het is nu 2:30, dus ik heb nog even. Dus ik ga jullie nog wel zien vanavond. Met Martijn op de achtergrond, zoals jullie horen, gaan wij aan het oudjaarsavonddiner beginnen. En ik ga jullie even laten zien wat we hebben. We hebben konijn. We hebben knolletjes, dat is oudjaarsavondvoedsel. Dat is dit, hè? En de ene bruine bodem, want die houdt er niet van. En de andere heeft groene boontjes, met biefstuk. Dus het is café à la carte. Echt, hè? Hoe verwend worden wij? Hallo! Hallo allemaal! We zijn er weer! En we hebben hier nog een ontbrekende factor, maar die komt eraan en die eet bruine bonen vandaag. Ja. Eet smakelijk! Inmiddels is de laatste ook gearriveerd. Eet smakelijk! Eet smakelijk allemaal! Nou, een beetje oefenen voor vanavond. Dat weer voor een paar stuivers. Maar het is wel schitterend mooi. Janke? Nee, dank je. Eigenlijk hoort het spel met Sinterklaas gespeeld te worden. Maar wij spelen het gewoon met de kerst. Het dobbelspel. En hoe gaat het? Nou, het houdt er. Vooral even bij anderen kijken. Je hebt heel veel cadeautjes. Wacht, ik doe het even andersom. Hoe gaat het bij jou? Best goed. Hoe gaat het bij jou? Ik heb er maar één. Jij hebt er maar één. André, hoe is het met jou? Ik heb er ook één. Oh, je hebt er wel één. Nee, oh. Ik heb er ook maar één. En met ons gaat het ook best goed. Ja, ik heb een boodschappentasje nodig. Ah, we hebben pas de eerste ronde gehad. We moeten er nog twee. Dus berg je maar. Nee. Nou, het is inmiddels klaar. De ravage is compleet. Ik heb... dit is mijn buit. Bianca denk. En zijn we allemaal blij met onze cadeautjes? Niets is te mooier als dat ene woord, hè? Even zo, ja. Gelukkig nieuwjaar! Heel veel vlog. Nee, Laura de jaar. Ja, precies. Ja, gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! Dag, kijk het eens. Duimpje omhoog, hè? Nee, niet vergeten. Nee, gelukkig nieuwjaar. Jullie jaar, hè? Gezondheid. Ja. Het beste met je badkamer. Nou, dat wordt niks. Nee. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Ik ben bezig met de Prachtig, maar het is wel fris boven, maar ja, het is geweldig. Zeker fris. Ik hoop dat het wel is. We gaan even kijken. Doei, doeg. Een hele goede morgen.
Lieve kijkers, ik wens jullie echt allemaal een onwijs goed 2019 toe. En nu denk je natuurlijk dat dit nieuwjaarsdag is. Nee, het is een dag later. Gisteren echt compleet brak, dus niet gefilmd. Daar was ook echt geen zak aan om te filmen. Ik heb echt letterlijk bijna de hele dag in bed gelegen. Wel bij mijn ouders wezen eten. En de vlog die jullie vandaag, dus woensdag, de weekendvlog, heb ik geëdit. Maar voor de rest, niet veel gedaan. Vandaag is mijn laatste vrije dag van deze week. Woensdag, mijn parttime dag. Als het goed is, gaan we vandaag afscheid nemen van mijn kersthuis. Komen mijn ouders straks even naar boven om te helpen. En dan is dat ook weer lekker opgeruimd. En dan ga ik het wel zien vandaag. Ik ga even boodschappen doen. Dus misschien dat ik dat nog wel eventjes kan filmen. En we gaan het zien. Dan moet ik volgende week ook nog twee dagen werken. En dan heb ik alweer vakantie, jongens. Begint goed dat nieuwe jaar. Want ik ga natuurlijk op wintersport. Dus dat gaat ook nog wel consequenties hebben voor de video's. Omdat ik daar niet mijn laptop mee naartoe neem. Dus ik ga daar niet editen en ik ga daar dus ook niet uploaden. Dat betekent wel dat ik een vlog ga maken van de hele vakantie. Dat vind ik wel echt superleuk. Er komt een aparte vlog van. Dus niet een aparte weekend en een aparte weekvlog, maar echt een vlog van de hele vakantie, denk ik. Ik ga nog even bedenken hoe we dat gaan doen en dat laat ik jullie dan nog wel even weten. Zo, kleine change of plans, want mijn ouders dachten dat ze morgen hun oppasdag hadden, maar dat bleek vandaag te zijn. Dus die kleine jongen is er, dus komen ze niet opruimen, dat begrijp ik heel erg goed. En het staat er. Ook, het staat me ook niet per se allemaal in de weg. Ik vind die lichtjes nog wel gezellig eigenlijk. Dus dan komen ze dat morgen doen als ik op mijn werk ben, dus wel weer super lief. Ik ben inmiddels gedoucht, aangekleed en al dat soort dingen meer. Het is alweer 11:55. Dus ik ga even wat te lunchen halen. En ik denk dat ik gelijk even wat boodschappen ga doen. En dan heb ik net een nieuwe video opgenomen die jullie nog gaan zien. Een aankondiging, dus hou mijn kanaal goed in de gaten. En straks ga ik ook nog weer eventjes een extra video opnemen. Want buiten vlogs ga ik nu natuurlijk ook extra video's doen. Gelukkig heb ik daar een aantal ideeën voor in mijn hoofd. Superleuk. Maar die moeten wel gefilmd worden, dus daar ga ik mee aan de gang. Ik zou nog laten zien wat ik aan boodschappen had meegenomen. Maar dat is uiteindelijk niet zo heel veel geweest. Maar wat ik in ieder geval heb gehaald zijn mandarijnen. Nu rijd ik er heel langzaam achteruit, want ik heb een rolstoel op de rem staan. Komkommer. Yogo Mild. Van het eigen merk van de Hoogvliet. Gewoon omdat het januari, hè? Dus. Lekker snoeptomaatjes, daar ben ik gek op. En voor de rest 10 van deze. Ik vind Fuse Tea echt zo lekker. En dan vooral de groene thee ervan. Echt heel gek. Groene ijsthee vind ik lekkerder dan gewone ijsthee. Maar gewone warme thee vind ik dan weer lekkerder dan groene warme thee. Dus. En nog 10 van deze. Daar zit mango en een blommetje in. Die is ook heel erg lekker. En daar had ik ook nog pakken van staan, maar die had ik al. En verder had ik nog meegenomen een blikje makreelfilet. Die heb ik lekker tussen de middag op mijn maiswafels gedaan. Dus dat waren mijn boodschappen voor vandaag. Ik was van de week helemaal vergeten Heel Holland Bakt te kijken. Maar gelukkig kan ik dat natuurlijk gewoon terugzien. Dus dat ga ik nu even lekker doen. Ik ben heel benieuwd. Morgen of je vergeet gewoon je wekker te zetten na een paar dagen vrij.
werd veel te laat wakker. Dus ik ga nu ook gauw de deur uit, want ik moet gewoon werken. Gelukkig maar 2 dagen, dan heb ik weer weekend. Maar even een dagje knallen vandaag. Zo, weer thuis. En kijk. Nou, alles helemaal weer zoals het was. Daar, mijn oude lampje weer terug. En hier, boompje ook weer weg. Alsof het nooit kerst is geweest. Ik vind het wel weer, aan de ene kant wel jammer, want het was wel gezellig. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer heerlijk dat het nou weer zo opgeruimd is. Volgens mij moet ik mijn lenzen even schoonmaken. Nou, geen idee of dat helpt. Even denken. Ik heb gewerkt vandaag. Het was niet mega druk. Maar, we gingen lunchen. En dat doen we altijd in de bedrijfskantine. Hebben ze de prijzen met 25% verhoogd. 25%? Ze lijken wel gek. Dus dat was ook de laatste keer. Dus nou ja, na de vakantie maar gewoon brood meenemen. Dat is wel het verstandigst. Sowieso het verstandigst. Nou, at ik altijd wel redelijk gezond op mijn werk hoor. Lekkere salade en zo. Maar ja, voor zo'n prijsverhoging, daar doe ik niet aan mee. En nou ben ik onverwachts morgen een dagje vrij. Zo, dat is lekker. Dus nou hoef ik nog maar 2 dagen te werken voor de vakantie. Alleen maandag en dinsdag nog. Dus, helemaal goed. Dus morgen gaan we misschien nog wel wat leuks doen. Ik moet nog even kijken wat ik wil gaan doen, maar wie weet. En nu ga ik lekker aan mijn avondje beginnen. Even vlogjes kijken die ik nog niet heb gekeken. Misschien kan ik alvast wat gaan editen aan de extra video's die ik gepland heb staan. Ik heb er al wel eentje opgenomen, dus dat zou leuk zijn. En eens kijken wat mensen te melden hebben aan me. Of er mensen zijn die wat te melden hebben aan me. Dus lekker avondje zo. Goedemiddag. Het is vrijdag en ik heb mijn vrije dag wel heel letterlijk genomen. En echt nog geen moer uitgevoerd. Geen reet, wou ik zeggen. Ik heb even een heel piepieklein afwasje gedaan en ik heb me gedoucht. En het is maar goed dat ik dan eerst afgewassen heb. Want mijn warme water is nu op zo lang heb ik gedoucht. Nou heb ik 1 boiler, die zie je daar hangen. En als daar het warme water op is, is het op. Dus ik kan er prima mee douchen hoor, maar ik hou van lang douchen. En dan is het ook maar goed dat ik die boiler heb, anders zou ik nog veel langer douchen. En dat is eigenlijk helemaal niet goed, niet voor mij, niet voor het milieu, eigenlijk voor niemand niet. Maar goed, het is nu alweer 10:50. En ik ga gewoon niks doen vandaag. Ik voel me niet helemaal... ik voel me niet... Ik weet niet hoe ik me voel. Ik heb in ieder geval geen zin om iets te doen. Dus dat ga ik ook lekker niet doen. Maar daarmee kom ik wel eventjes... ik moet hem natuurlijk nog gaan editen. Maar deze vlog, dat gaat hem natuurlijk niet worden. Als ik het op die manier aanpak, die weekvlogs. Sowieso zijn het geen echte weekvlogs. Want het is maar maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. En dan vrijdagmiddag begin ik eigenlijk alweer met de weekendvlog. En ja, ik weet het gewoon niet zo goed. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Maar help me even met hier een goed format voor te vinden. De ideeën zijn echt van harte welkom. Ik zat er zelf aan te denken om gewoon echt zo maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Dus 4 dagen. Echt iedere ochtend op de vlog op te starten en hem af te sluiten 's avonds. En tussendoor gewoon... echt mijn dagen te filmen in plaats van alleen de hoogtepunten. Nou had ik afgelopen week ook niet zo heel veel hoogtepunten. Dus dat maakte ook dat de vlog daardoor niet zo heel denderend is. Maar misschien kan ik dan toch beter, ondanks dat het misschien wat saaiere... Ja, ik weet het gewoon niet zo goed, mensen. Laat het me weten. Wat vinden jullie leuk om te zien? Misschien is dat... Ik heb liever dat jullie aangeven dat je leuk vindt om te kijken. Dan kan ik daar wat mee. Mijn vakantie komt er natuurlijk aan, dus in die zin wordt dat wel weer een hele leuke. Maar ik heb volgende week nog gewoon een normale week.
Dus dan wil ik er wel iets leuks van maken. Dus laat het me alsjeblieft weten. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Als je dit kijkt en je hebt je nog niet geabonneerd. Het is helemaal gratis. Dus ik zou het leuk vinden als je dat doet. Daar help je mij heel erg mee. Je kan het belletje aanklikken. Zodat je een melding krijgt. Van wanneer ik een video heb geüpload. Want mijn uploadschema is natuurlijk iets anders geworden. Dus zo mis je er geen één. En dan zie ik jullie straks. Voor mij straks. Want ik ga vanmiddag de weekendvlog openen. En daarin zien jullie mij zondag weer. Dus tot dan.